Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Vanochtend is al iemand geweest voor jullie zijn stoel eventjes wat spulletjes te vervangen die nog vervangen moesten worden. En Liam die heeft al boterhammetje gehad met pindakaas en fruitje. We hebben gespeeld en geknuffeld. En hij heeft op de grond gelegen. Hij heeft rondgelopen. Nu loopt hij dan weer rond, want ik moet hem even rekken. Want hij is zijn slaapritme een beetje aan het veranderen. En dat is niet echt de bedoeling. En Jordi. Jordi heeft net ook zijn boterhammetje gehad. En die is aan het genieten. Heeft hij nog pindakaas zitten, jongen? En die is aan het genieten van een filmpje. En ik ga zo voor hem een flesje maken, zodat hij lekker flesje kan drinken en naar bedje kan. En ik ga zijn wangetjes weer eens insmeren, want ik smeer hem op dit moment met de kraan open met zijn wangen. Maar dit is wel down gerelateerd. Hé, jongen? Ja. Zodra het weer verandert, heeft hij rode wangen. Hé, jongen? Ga je lekker verder even een filmpje kijken? Oh, mama lastig. Oké. Nou, mama is lastig. Ik ga een flesje maken voor hem. Er zijn er twee wakker, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is Jordi. En Liam. Liam is ook wakker. Hallo. Nou moet je natuurlijk gaan kiezen wie je als eerste uit bed haalt. Ik haal Jordi als eerste uit bed, want die heeft me nu al gezien. Dus die wordt daar hartstikke chagrijnig. En Liam die is hartstikke vrolijk. Dus die haal ik als tweede eruit. Ja? Ga je er nou mee uit? Jordi zit al in de box. En ik heb zijn luier al verschoond. En dan ga ik nu even Liam zijn luier doen. En dan Ranja voor Jordi maken. En dan is het ook alweer bijna tijd voor jouw flesje, hè? Ja! Gaan we gewoon even doen. Oh, wat hebben we een avond gehad? Het begon allemaal met het eten. Niels die gaf hem eigenlijk een beetje op zijn donder. In de zin van, hij pakte zijn bril af en die wou die niet afgeven. Dus toen zei Niels van, ik wil dat je die bril aan mij geeft. En Niels wurmde die bril los bij Jordi. Toen werd Jordi pissig. En hij wilde niet meer eten. En hij wilde helemaal niks meer. Nou, oké, prima. Dan eet je maar een keer niet. Ook goed. In principe had hij de hele dag gewoon goed gegeten. En als hij dan een keer niet goed eet, prima. Nou. Maar wat hij dus wel had gegeten, of in ieder geval wat hij dus wel naar zijn mond kreeg, ja, pakte hij vast en smeerde hij hem onder. Dus meneer, die moest sowieso de douche in. En ja, we hebben hem dus ook gewoon daarna de douche ingedaan. Dat ging eigenlijk allemaal goed. En hij was weer vrolijk. En hij was weer gelukkig. En hij is daarna lekker gaan spelen. En Niels is op een gegeven moment op servicedienst eventjes gemoeten. Want de collega had druk. En die had gevraagd of Niels dan eventjes kon invallen. Oké, prima. Nou, Niels die gaat dus daarheen. En ja, het was tijd voor Jordi voor zijn flesje. En naar bed toe te gaan. Nou, dat flesje ging goed. Naar bed gaan ging ook goed. En toen begon het. Oh. De kind heeft mij geknepen.
Hij heeft mij gebeten één keer. Nee, dat doet hij altijd maar één keer. Want dan begin ik te kwijken. En dan weet hij dat hij fout zit. Nou, uiteindelijk toch weer, zeg maar, rustig gekregen. Toch in bed gezet weer. Ondertussen had hij me ook al geschopt. En ja, ja, dat doet hij gewoon nou eenmaal in een woedeaanval. En dat weten we. En hij doet het ook niet heel hard of zo. Of hij doet het ook meer om zichzelf pijn te doen dan om ons pijn te doen. Maar ja, in ieder geval, nou, hij in bed. Ik heb hem in bed gezet en hij begint toch te schreeuwen. En ik denk, ja, ik kan twee dingen doen. Ik heb Liam nog beneden zitten. Ik kan nou gewoon aanlopen en hem gewoon maar even laten schreeuwen. Of ik loop er weer heen en hij krijgt zijn zin weer. Dus ik heb hem gewoon maar even laten schreeuwen. En toen is op een gegeven moment Niels thuis gekomen en die is naar boven toe gelopen. En die heeft hem even rustig gemaakt. En nou, oké, dat dus allemaal. Hij ligt nu overigens ook te slapen. En Niels heeft Liam ondertussen ook naar bed toe gebracht. En nou, ik had op een gegeven moment de puf niet meer hoor. Ik heb de hele dag eigenlijk al met Liam en Jordi gesjouwd en gedaan. Ik ben gewoon moe. Ik ben nog niet bijgekomen van het weekend. Dus ja, we gaan dadelijk ook lekker naar bed. Eerst eventjes flesjes afwassen en dan naar bedje toe. Maar goed, nou, dus uiteindelijk is hij wel weer naar bed toe gegaan. Maar ook bij Niels heeft hij hetzelfde geprobeerd als bij mij. Dus dat wordt wel weer een dingetje hoor. Meneer die is zijn gedrag weer aan het... hij is zijn zin aan het doordrammen. Dus nou gaan we weer kijken hoe het morgen gaat. Ik snap het niet, want overdag is er niks aan de hand. Overdag in principe niks aan de hand. Dan gaat hij makkelijker slapen. S'avonds of we nou een nachtlampje aanzetten of het maakt allemaal niks uit. Helemaal niet. Als hij zo'n buik krijgt, kun je helemaal niks meer met hem. Nou, het zij zo. Liam daarentegen was wel hartstikke vrolijk. Hij is ook iets nieuws aan het ontdekken. Ik probeer het morgen even te filmen hoor. Zit hij dat eten te doen. Dus dat is eigenlijk best wel grappig. Ik probeer het morgen even te filmen als ik eraan denk. Maar ja, dat dus. Daarom heb ik ook niet meer gefilmd. Want ik had echt zoiets van, oh, op een gegeven moment was het 10 uur. Ik denk, het is nu, ja, 11:30 zoiets. En op een gegeven moment ben je gewoon moe. Dus, maar ja, ik ga eventjes de flesje afwassen. Alvast wel trusten, want daarna gaan we douchen en naar bed. En zien we jullie in de volgende swipe weer. Met de volgende dag. Een hele goede morgen! Deze twee kleine klungeltjes, die zitten al klaar om lekker fruitje te gaan eten. Dus dat gaan we ook even doen. Oh, trouwens, even ter informatie. Dit, hè, ik had dit ding uitgewassen. Dit is allemaal van gisteren. Dit is allemaal van gisteren toen hij niet wou eten. Oh, en wat krijgen ze vandaag? Appel, peer en een kiwietje. Want de kiwi moest op. Ze hebben inmiddels hun middagdutje gedaan en ze zitten nu, ja, Jordi heeft net zijn ranjaatje op en Liam die zit Jordi te observeren, denk ik. Hij zit te kijken wat zijn grote broer allemaal aan het doen is. Wat ben je allemaal aan het doen, Liam? Je kan er nou niet in. Jordi zit daar. Die zit op zijn poef.
ik heb heel eventjes met de kindjes mee een middagdutje gedaan, want ik was gewoon echt moe. Blech. Maar ja, daarom heb ik ook niet echt meer gefilmd, want ik ben eigenlijk na het fruittapje deed met de kindjes bezig geweest. En heb ik nog wat dingetjes moeten regelen en moeten doen. En ja, nu zijn ze dan weer wakker en ik ben ook gewoon lekker even gaan slapen. Ik heb even gauw gegeten en toen ben ik hier op de bank geploft en toen was het... Toen was ik weg. Dus. Maar ja, ik ga heel eventjes eten uit de vriezer halen. Want we eten vandaag iets met gehakt en aardappelschijfjes. En ja, in ieder geval, ik laat het straks wel even zien. En ja, dat dus. Wat wij dus gaan eten, is dit. Ik vind het lekker. Jordi vindt het ook helemaal geweldig. Niels vindt het ook lekker. Liam weet ik niet. Die gaan we straks even uitproberen. Ik ben de spulletjes aan bakken. En dan kan ik de ovenschaal gaan maken. Wat ik daar ook altijd bij doe, wat er niet op staat. Want je hebt hier gehakt, prei, paprika... Een ei, aardappelschijfjes en kokerom bij nodig. En ik doe er ook altijd nog champignons bij. Ik vind dat lekker. Dus ja, dat is wat ik doe. En ik bak de groenten niet helemaal gaar. Want het gaat dadelijk ook nog de oven in. Dus dan wordt het sowieso al wel wat gaarder. Ik doe eigenlijk de groentes enigszins beet gaar bakken. En dat ziet er dan zo uit. En dit gaat dadelijk in de ovenschaal met aardappelschijfjes. Ik heb het nu nog heel eventjes uitstaan. Want ik hoef pas tegen 4:30 het in de oven te zetten. Het is 4:15. Dus ik heb hem even uitgezet. En dan kan ik over 10 minuutjes kan ik de ovenschaal in orde gaan maken. En de oven aanzetten. En dan kan het om 4:30 erin. Ik heb de ovenschaal even ingevet met kokosvet. En dan ga je gewoon de aardappeltjes neerleggen. Ik leg ze ook gewoon plat op elkaar, plat tegen elkaar aan. En dan ziet het er ongeveer zo uit. Ja, ik doe altijd maar wel hoor. Iedereen doet het natuurlijk op zijn eigen manier. Dan doe je het gehaktmengsel er bovenop. En dan ga je hem lekker dik leggen. Met aardappels. Als je niet genoeg aardappels hebt voor de bovenop, is dat helemaal geen probleem. Ik leg ze altijd eerst gewoon in de randen. Dan heb ik hier een mengsel van kokerroom, matig, ei en dat pakje wat ik had. Ik heb wel altijd, ik doe iets minder water en iets meer kokerroom. Omdat ik persoonlijk vind dat dat lekkerder is. Maar ja, koken is je eigen fantasie, hè. Dus gewoon sowieso kijken wat je zelf altijd het lekkerste vindt. Dit gaat hier overheen. En dan laat je het even zakken. Doe je 3/4, laat je even zakken. En dan doe je het laatste beetje nog boven eroverheen. Dan heb je er 3/4 overheen gegooid. En dan wil je dat het zakt. Maar ik heb nooit geduld. Ik ga nooit zitten wachten. Zo doe ik. Ik pak een mes. En ik doe... overal een beetje zorgen dat het tussen kan. Dan zie je bijvoorbeeld dat hier nog niet zo heel veel zit. Dan kun je dan het laatste beetje nog overheen doen. En ik zie dat hier nog niet helemaal zit. Weer nog een beetje overheen. 45 minuutjes in de oven. En dan is het smullen. En als het dan uit de oven komt, ziet het er zo uit. Wij houden altijd wel wat van
iets harder gebakken. Dus ja. Dan ga ik nu even voor de kindjes klaarmaken. En dan komt Niels thuis en dan kunnen we eten. Nou, wat hebben we gedaan, Niels? Net even de trap ingemeten. Ja. Zodat we een nieuwe kunnen maken. Ja. Of ja, een trap kunnen maken. En Jordi die lag al op bed te slapen, maar die is weer eens wakker geworden van de buikpijn. Dus we hebben al zijn luier verschoond en we hebben hem al getroost en we hebben al van alles gedaan. En dan krijgt hij een melkje en dan gaat hij luier verschoond krijgen en dan gaat hij weer naar zijn nest. Ja, papa? Mm-hmm. En bij deze gaan we deze upsen dan ook afsluiten. Want wij gaan dadelijk ook ons nestje in. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Welterusten.